Hallo mensen van mijn kanaal, we gaan vandaag verder met Beyond Two Souls. We moesten allerlei dingen op de boerderij gaan doen, dus we gaan eens kijken. Of wij... kan ik hem... Oeh. Hey, moet er nog meer gebeuren, Paul? Nee. Nee? Misschien kun je de jongens nog helpen. Nou, oké, dan gaan we dat doen. Even kijken. Wat de ene doet, deze schapen en andere paarden. Dan wees even helpen met onze chagrijn. Die altijd ergens wel wat om even te zeuren. Wat zou Jamie doen? Trots en koppig. Hij wil nooit bij de anderen staan. Mag ik het eens proberen? Tudu. Heb je wel eens met paarden gewerkt? Nee. Nee, nog nooit. Ga je gang maar. Hij heet Ashki. Ashki. Ashki, ga naar stal, dankjewel. Ik ben wijze San. Hey daar, Ashki. Wees maar niet bang, ik kom gewoon naar je toe, oké? Okay? Bam, hoef in mijn hoofd. Rustig. Oeh, ribgrijs. Ik heb een spook in me zitten. Nee, Aiden. Dit is tussen hem en mij. Oh, wat krijgen we nou? Tudu. Paard, geloof in mij. Jij zal naar de stal gaan. Oké, leuk geprobeerd. Oké, hoe gaan we dit doen? Nee, niet opgeven. Wij gaan die paard in de stal krijgen. Hoe de fuck deed ik ook weer... Nee, dit werkt niet. Oké, hoe de fuck krijg ik dat paard in een fucking stal? Oh shit. Zie je, Ashki? Dat is toch niet zo erg? Sweet! Ik ben de paardenfluisteraar. Je vindt me aardig, hè? Hey, Aiden. Heb je ooit paard willen rijden? Fucking slecht. Ik word een paard, yeah! Ik ben een paard. Ik ga naar de stal. Ik ben een paard. Hoe doe je dat? Gewoon swag hebben. Oh! Misschien heb ik me in je vergist. Mocht je willen douchen, dat kan achter de schuur. Dames eerst. Klinkt fucking... Oké, nou. Kunnen we niet nog die andere dude helpen? Waar zijn we? Ik wil met zijn schapen helpen. Ja. Jij hebt vast hulp nodig. Nee, niet oké. Okay. Oh nee, is dit de legendarische... Dit moet ik gaan blokkeren, scène. Yay. Sorry jongens, er komt zo meteen een blokkade aan. Ik weet niet hoe ik dit ga... Nou, een filterding. Ik weet niet hoe ik het ga oplossen, maar... Ik verzin wel iets onzinnigs met een kat. Ben je dit? Is dit het? Is dit het? Is dit de douche? Yep, dit wordt blokkeren straks. Ah, sorry mensen, het spijt me. Maar soms moeten dit soort dingen gebeuren. Of doet de game dat al voor mij? Dat zou super relaxed zijn, ja. Zover niks blokkeren, ja. Yes! Is dit eigenlijk het? Iets vertrouw ik hier zo niet aan, hè.
De spannende muziek die opbouwt. Hallo meneer in de douche. Ja, nee, echt. Dit vind ik echt. Ik vind dit een. Crown? Ja, ik zou ook in de war zijn. Als ik aan het douchen ben en dan staat er niets. Rende die gast weg. En wat denk je? We hebben hem nooit meer teruggezien. Hij is dood. Oh wacht, dat is niet goed. Is tijd om te slapen. Oh, nou. Oké dan. Wat is hier aan de hand? Waarom moet alles op slot in huis? Ga dan maar naar je kamer, Jody. En kom er niet uit, wat er ook gebeurt. Uit de kamer gaan! Ik slapen vannacht. Ik wil niet dat jou iets gebeurt. Oh shit. Nee, niet aandringen. Gewoon niet doen. Gewoon hem vertrouwen en dan zelf wel op een expeditie gaan. Dat is wel heel anders dan tegen hem blijven zeuren van... Hey, er zit iets te spouken van die gare mensen die altijd bloed op de muur schrijven. Ja, dit is de kamer. Nee. Gewoon... God dang it, waarom moet ik dit doen? Dit gaat sowieso fout, hè. Waarom ga ik naar... Gaat ze dit echt doen? Ga ik dit echt doen? Oh god. Dit gaat zo mis, hè. Let op mijn woorden. Dit gaat mis. En dan is het huilen. Ik zou naar binnen gaan. De deur is nu nog... Oh god. Kan niemand mij vertellen waar ik heen moet? Dat is de waterpomp. Zak naar de... Ik ga gewoon naar de schuur. We gaan gewoon... Nee, ik weet het. We gaan naar die plek lopen. Waar toen iets stond ingeschreven. Dat lijkt gewoon zo logisch, hè? Even kijken. Kunnen we daarin? Nee, wat? Niks ernstigs, lijkt mij. Ik zie geen levensvorm. Heb je iets in de... Oh shit! Fuck! Je bent gespot. Ja, het is tijd om te rennen. Woep. Oh, shit. Ah, dat kwam tegen mijn hoofd aan. Ah, dat doet best wel zeer. Ik zie helemaal niks. Ik zie daar een hek. Hoepa. Oh, dat was een ton tegen mijn hoofd. Oud. Je denkt dat een wc... Je hebt gezien in talloze films. De wc is nooit... de beste plek om te gaan schuilen. Oh. Dat bedoel ik dus. Iedereen komt altijd door de wc. Het is gewoon een... algemeen feit. De wc is nooit veilig. Kijk naar Jurassic Park. Daar werd een gozer gewoon opgegeten terwijl hij in een wc is. Oh shit, waarom? Auw. Oh, heb weg. Badka, wc weg. Dan moet het quick time acties gaan doen. Oh no. Nope. De deur is er vast nog wel open, toch? Een soort van, hoop ik toch?
Ik denk dat ik hier naar mijn slaapplek kwijt ben. Oh. Ik snap nu waarom oma niet meer wil praten. Als je zo'n ding hebt gezien, dan is het inderdaad ver gedaan. Woep! Ghost powers! Fight of the ghost, let's go! Ik kan niet gewoon... Oh, hé, wat? De tikkie mensen zijn voor mij. Oh shit, heb ik de bonsters weggejaagd? Woehoe, hoe zijn we vergrijs, denk ik. Jody! Hallo. Jody, ik zei toch niet naar buiten gaan? Je was bijna dood. Wat gebeurt er hier? Wat was dat ding? Waarom luister je niet? Ik ben eigenwijs, sorry. Binnen gebleven. Ik wil de waarheid weten. De waarheid wil ik weten, nu. Het is niet zo. Hij wil bloed. Alleen dat interesseert hem. We kunnen er niets tegen doen. Je kunt de geest niet bestrijden. Mijn geest en een geest wel. Niet in deze wereld. Ja, inderdaad. Dus jij ook niet, hè? Huh? Hij is hier met een reden. Confusion. What shall it be? Kan ik paardrijden? We gaan een rodeo houden. Fucking cool. Weet je nog, Ashby? We zijn vrienden, toch? Ik doe gewoon mijn voet in de stijgbeugel en klim erop, oké? Sure. Wat zou er nou mogelijk misgaan? Ik word eraf gelanceerd, breek mijn nek of iets anders sprekend. Hoe ik vooruit kan. Nou, dat gaat redelijk makkelijk met je joystick. Hey, moet je zien, Ashki. Het gaat best goed, hè? Goem. Ik geloof gewoon niet wat ik net gezien heb. Luister, ik ga zo naar de wei toe, naar de churros. De churros, lekker. Ja, lekkere churros. Wat chick. Wacht zo. Oké, ja. Oh, we gaan een soort van Red Dead Redemption nu doen. Ah, dat is leuk. Het kan... Oh. Nee, oh. Oh, stom paard. Ik heb gewoon ook niks aan je. Paarden zijn stom. It is gonna hate. Ik haat paarden. Puur omdat deze... Oké, ik haat paarden in deze game. Omdat de besturing gewoon bagger is. En het paard om de haver... haverklap. Oké, laat maar. Waar zijn nou die churros? Je zou zeggen dat de schapen dichterbij zouden staan. Ah, daar bij de boom. Waarom staan daar de schapen? Fucking boom en daar heb je een baaie schapen. Oh, sorry. Stop, paard, stop. Oké. Wat gaan we doen met die churros? Lekkere churros. Kaasvulling. Nou, brand los. Hé, ik weet dat je het er niet over wilt hebben. Maar ik moet weten wat er gebeurd is vannacht. Spoken? De geesten hier om het huis. Weet je wie ze zijn? Nee, geen reactie. Mijn vader zegt dat 5 wachtergeesten altijd onze stam beschermden. Ze zorgen er 's nachts voor dat je iets zo ons niet afmaakt. Ik weet niet of het waar is. Maar je iets zo is nog nooit binnengekomen in ons huis. Entiteit. Je vader kende die geest. Hij is vast niet voor het eerst langsgekomen. Je iets zo is hier altijd geweest. Wacht even! Die vrouw van hem is overleden. En stilt zielen. Wilde gok dan, hè? Ik zou zeggen dat is dan misschien het groot complot. Ja, een vloek. Prijs die onze stam betaalt voor het leven op dit land. Nu is het mijn beurt om jou te vragen. Daarom... Oh, wat? Wat kom je hier nou echt doen midden in de woestijn? Tududu. Lijkt wel alsof je
voor iets op de vlucht bent. Ik denk dat ik gewoon wil vergeten. Een nieuwe start maken. Fair enough. Ben ik je bent anders. Ja. Je lijkt op ons. Je misschien moet ik ook in Indiaan worden. Toch, Jody? Fuck it, YOLO. Ik heb een spook. Je zit aan me vast. Ik moet je iets vertellen. Ik ben een man. Nee! Ik. Jay. Oh. Jay. Bekeer de klus. Oh, hoe is ze? De bedbaas, Jack. Gezondheid, meneer, gezondheid. Dat was pa. Er is geen water op de ranch. Er is iets met de silo. Ik kijk wel even op de terugweg. Ik kan wel even kijken als je wilt. Ik weet niet of je veel kunt doen. Ik doe wat ik kan. Waar is die silo? Ja, Die is daar. Dat is een windmolen. Makkelijk te vinden. Okay. Helemaal daar? Wauw. Ik zie je wel op de ranch. Oké. Tot straks. Oké, pak je paard naar die silo. Slunk. Ik ben de tovenaar. En that's it. Oh, wacht heel eventjes mensen. Wacht een momentje. Ik moet even iets doen. Tijdens de opnames. Fuck. Zo professioneel ben ik altijd. Dat ik dingen vergeet te doen. Oké, nice. Oké, we gaan weer verder. Oké, ja, nee, mooi. Alles staat goed nu. Niks aan de hand. Oké, op het paard. Oké, nice. Oké, draai met het paard en op naar de silo en daar voorbij. Woep, die doep. Kom, paard mag wel wat sneller hoor. Het is zeg maar van, niet dat ik zeg maar uren de tijd heb. Oh hè, nou kan hij ineens... Ik moet vaak tegen dat beest gaan zeuren. Nou, let op. Er zit straks iets verstopt in die silo. En dan moeten wij zitten van... Oh, krijgen we dat eruit? Oh, wacht. We hebben een fucking geest bij ons zitten. Hey. Ja, fuck dat. Daar is die silo. Maar hier zie ik iets anders. Oep. Oh, stop. Van het paard. Hop. Oh, meen je dit? Moeten we eerst helemaal naar die silo toe? Oh, nee. Ik moet van de silo. Oh. Er zit een beetje stof op. Oh nee, er zit een woestijnprop in vast. Eden, help me. Hoppa. Opgelost. De pomp doet het weer. Nee, niet. Oké. Oh shit, ik moet naar het geheime huisje. Wow, dat had ik totaal niet door. Om. Dit gaat zo mis. Oh, wat? Het is best wel een kleine deur. Er liggen alleen maar dooi hier. Wegwezen. Gotta go. Nee, niet. Waarom moet ik hierin? Waarom? Game, doe dit me niet aan. Jumpscares incoming. 3, 2, 1. Oh, niks. Oké, hoe kom ik hier uit? Ik wil hier weer weg. Ik heb genoeg gezien. Wat? Mijn paard is dood. Mijn fucking paard. Oeh. Hey meneer. Oh, ik kan schrijven. Yes. Heb ik hier een ja? Oh. Oeh. Au, dat doet zeer. Oh shit. Snel de deur dicht doen.
Doe die deur dicht. Crown? Crown. Ja, dan zag ik hetzelfde, maar dan in mijn bloed. Oh ja, tuurlijk. Kunnen we eerst die deur dicht doen? Het is best wel onbeleefd om zo'n deur open te laten. Gewoon zo even iets wat ik hier in de groep wil gooien. Hè? Zo van, hey, ja, je bent net in iemands geheime hut geweest. Je hebt gewoon freaking de deur opengelaten. Dat gaat echt niet opvallen of zo. Maar ik ga denk ik nog mooi zo meteen even een cliffhanger gooien. Of niet, of wel. Fuck it, we gaan... Oh, shit, oh nee, ik zet hem op pauze. Oh nee, ja. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Volgende aflevering gaan we ontdekken wat er in de duistere grot zit. En dan hoogwaarschijnlijk zit er nog een missie achteraan. Maar mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Als je meer wilt zien, laat achter in de reacties. En zie ik jullie later weer.